Het reddingsplan voor V&D lijkt te mislukken. Het warenhuis komt steeds meer klem te zitten tussen investeerders, verhuurders en personeel. En verder in nieuws vandaag. Veel burgers ontvluchten het geweld in Oost-Oekraïne. En 20 jaar na de overstromingen in het rivierengebied. Goedenavond. Warenhuisketen V&D komt steeds verder in het nauw. Om te overleven eist de directie salarisverlaging van het personeel. En ook wil het bedrijf minder huur betalen. Maar dat plan lijkt mislukt. Zowel de verhuurders als het personeel weigeren mee te werken en stappen naar de rechter. De maatregelen zouden nodig zijn omdat de banken en de aandeelhouders de geldkraan anders zouden dichtdraaien. En dat dreigt nu dus te gebeuren. In deze V&D-vestiging aan de Kalverstraat in Amsterdam kan nog gewinkeld worden. Maar hoe lang nog? Gisteren had V&D de huur voor de maand februari moeten overmaken. Meer dan 1 miljoen euro. Maar dat is niet gebeurd. De eigenaar van het pand, vastgoedinvesteerder IEF Capital, eist nu dat V&D de winkel verlaat. Ook de warenhuizen in Maastricht, Utrecht en Den Haag moeten ontruimd worden. Aanstaande dinsdag dient het kort geding. De eigenaar van dit pand vertelde ons dat hij het liefst heeft dat V&D hier gewoon blijft zitten. Maar ze verhuren 12 panden aan V&D en kunnen de huurinkomsten van tientallen miljoenen euro's per jaar gewoon niet missen. Bovendien zijn er genoeg geïnteresseerden die hier meteen in willen trekken en wel gewoon hun huur betalen. En omdat de werknemers al eerder hebben laten weten dat ze niet van plan zijn om 6% loon in te leveren, betekent dat volgens deskundigen het einde van V&D. Ja, de kosten gaan niet omlaag. Want al die partijen die het zouden kunnen gaan doen, zien geen enkele noodzaak om omlaag te gaan. Ja, en dan is het gewoon einde oefening. Want de kas is op. De eigenaar wil eigenlijk niet investeren tenzij anderen meegaan. Die gaan niet mee. De verliezen stapelen zich op. Klanten kopen nog steeds niet bij V&D. Dus er komt niet voldoende geld binnen. Nou, dat is maar één oplossing. Stekker eruit. Maar V&D zegt nog in gesprek te zijn met de banken voor nieuwe leningen. In een verklaring zegt het bedrijf vandaag: we werken met hart en ziel aan een toekomst voor V&D in het Nederlandse retaillandschap. Om succesvol te zijn is de bijdrage van alle stakeholders noodzakelijk. Van de aandeelhouder, de banken, de leveranciers, de verhuurders en de medewerkers. Economieverslaggever Eva Wiesing is in de studio. Eva, waarom gaat het nou zo slecht met V&D? Nou, dat komt eigenlijk door ons, door de klanten. Wij kopen gewoon te weinig bij V&D. En als we leuk willen winkelen, dan gaan we naar de gespecialiseerde winkels. En willen we koopjes, dan gaan we naar de echt goedkope winkels. En V&D heeft gewoon het geld niet om op die nieuwe trend in te spelen. En hoe dat komt door wat er de afgelopen jaren gebeurd is bij V&D. Kijk maar even mee. Vroom en Dreesman is in 1887 opgericht door twee zwagers en daarna altijd een familiebedrijf geweest. En toen het bedrijf halverwege de jaren 90 naar de beurs ging, bezat het tientallen panden in heel Nederland. Ze begonnen winkelpanden te verkopen om meer winst te maken. Maar de grote uitverkoop bij V&D kwam pas na 2004, toen de warenhuizen in handen kwamen van Amerikaanse private investeerders. Die staken V&D in de schulden en verkochten ook de mooiste panden op de A-locaties in de grote steden. Eva, kun je zeggen dan dat V&D is kaal geplukt? Ja, V&D heeft gewoon geen geld meer. Een bedrijf als Blokker, daar gaat het ook niet zo goed mee. Maar dat bedrijf heeft zijn eigen panden en heeft nog niet die hele hoge huurkosten die ze hebben. En V&D heeft echt tientallen miljoenen euro's nodig om die 62 panden die ze hebben te moderniseren. Het nieuwe eigenaar van V&D, sinds 2010 hebben ze een nieuwe eigenaar gekregen, ook private investeerders, die is bereid om er 40 miljoen euro in te stoppen. Maar ja, dan wel als ook die huurders en ook die medewerkers een offer brengen. Nu dat niet gebeurt, zit V&D gewoon helemaal klem. Eva, dank je wel voor je uitleg. Het geweld in Oost-Oekraïne is weer opgeleid. In de afgelopen 24 uur zijn 15 militairen omgekomen tijdens gevechten met pro-Russische separatisten. 30 militairen zijn gewond geraakt. In de plaats Debaltsevo kwamen ook 12 burgers om. Ongeveer 1000 inwoners zijn vandaag geëvacueerd. De pro-Russische separatisten willen het kleine stadje in handen krijgen vanwege de strategische ligging aan de weg en de spoorlijn tussen de grote steden Lugansk en Donetsk. Ze hebben daarom een zwaar offensief ingezet. Het is de enige weg die Debaltsevo nog met de buitenwereld verbindt. Veel gaat er niet meer overheen. Debaltsevo is bijna omsingeld. Het is er gevaarlijk, levensgevaarlijk.
De hele dag schiet de Oekraïense artillerie op de pro-Russische milities die om de Baltsevo heen liggen. Het vuur wordt nu even niet beantwoord, maar gezien het aantal doden is dat eerder uitzondering dan regel. Hier zijn nu 4 opstrelen van artillerie противника по позициям українських військових взагалі в секторі. З 4 боків нас періодично обстрілюють. Zoals altijd leidt de burgerbevolking. De winkels zijn leeg. Watertank en broodbedeling houden de mensen in leven. У нас ни у кого. У нас вообще город, сейчас скажу. Ни света, ни тепла, ни света, ни воды. И ни свечей уже в магазине нету, ничего нет. Het schieten gaat door, ook als de eerste levensbehoeften worden uitgedeeld. De wachtenden nemen het zoals het is, hoewel er toch regelmatig slachtoffers vallen. Thuiswonen gaat voor de meeste mensen niet meer, dat is te gevaarlijk. Ze slijten hun dagen ondergronds in de schuilkelders. We woonden op de laatste улице, waar de военные стоят. En там сейчас очень страшно. Мы не хотим войны, мы хотим мира уже, чтобы дети наши бегали по улице, а не сидели по подвалам. Maar meer en meer mensen nemen de wijk. Sommigen voor even, anderen voor lange tijd. Люди остались, которым некуда ехать абсолютно. А мы едем, да. Мы едем, дети забирают меня в Москву. Я налегке еду, не вижу, когда будут одевать меня в свои вещи. Het is de tragiek van elke oorlog, niet degene met... Maar degene zonder wapens zijn de kinderen van de rekening. Ook in Debaltsevo, Oost-Oekraïne. De SP opent de aanval op de PvdA. De partij trapte vandaag op het partijbureau in Amersfoort de campagnes af voor de Provinciale Statenverkiezingen. Partijleider Emiel Roemer roept linkse kiezers op om af te rekenen met dit kabinet. Voor partijleider Emiel Roemer zijn de Provinciale Statenverkiezingen in maart vooral landelijke verkiezingen... om in de Eerste Kamer een einde te kunnen maken aan wat hij noemt het afbraakbeleid van dit kabinet. Partijgenoten, ik vraag me wel eens af hoe de Partij van de Arbeid het nog weet uit te leggen... dat ze meewerkt aan het afbreken van alles wat ons land sociaal maakt. Je bent als partij vooral overbodig als je je ziel verkoopt aan de VVD... om datzelfde rechtse rotbeleid uit te voeren waar je zelf zo hard campagne tegen hebt gevoerd. U opende frontaal de aanval op de Partij van de Arbeid. Waarom? Nou, ik kan er heel slecht tegen dat we voor de verkiezingen blijkbaar partners kunnen zijn... als het gaat om strijd voor sociale vernieuwing. En zodra de verkiezingen voorbij zijn, ze gewoon met twee vingers in de neus het VVD-beleid gaan uitvoeren. En zoals Samson het zelf op zijn eigen congres zei, van ik kan wel mooi praten, maar ik voer wel VVD-beleid uit. Ja, daar kan ik niet tegen. Deze verkiezingen zijn landelijke verkiezingen. Emiel zei het, Rutte zei het. Iedereen zegt het, dit zijn landelijke verkiezingen. Dus partijgenoten, dit is het affiche waar we het mee gaan doen. Hier gaan we het hele land mee bestoken. Waarom deze slogan? En wij denken met deze slogan te vertolken wat heel veel mensen ten diepste voelen. En ook willen uitspreken op 18 maart. Dus korter kan het niet als reken af met dit kabinet. Een paar zetels meer voor de SP, een paar minder voor de coalitie. Dat kan het verhaal daar helemaal doen kantelen. En ik denk dat dat in de lijn is met wat de meeste mensen in dit land willen. Genoeg is genoeg. Graag een oorverdovend applaus voor onze 12 provinciale kanjers. Verandering. Veel Spanjaarden willen het graag. En daarom gingen tienduizenden mensen in het centrum van Madrid de straat op voor de Mars van Verandering. Georganiseerd door de nieuwe linkspartij Podemos. Die partij wil, net als Syriza in Griekenland, een einde aan de strenge bezuinigingen opgelegd door Europa. En dat roept gemengde gevoelens op in het Spanje dat uit de crisis probeert te krabbelen. Comienza la esperanza, termina el miedo. Syriza, Podemos, venceremos. Pablo Iglesias, de leider van Podemos, voert elk uur dat hij kan campagne. Vandaag liep hij in Madrid en er liepen tienduizenden met hem mee. Es una medida de fuerza para demostrar al gobierno que el cambio está en marcha. Podemos wil een eind maken aan de corruptie, de ongelijkheid en de bezuinigingen en wijst, net als de Griekse zusterpartij Syriza,
met een beschuldigende vinger naar Europa. Las políticas de austeridad no solamente han provocado un enorme sufrimiento social para los griegos y las griegas, sino que además se han revelado completamente ineficaces. Maar Spanje is geen Griekenland, zeggen anderen. Het gaat langzaam aan beter. Javier Lafitte opende ruim 3 jaar geleden een zaak in Madrid. Hij is minder enthousiast over de nieuwe wind die waait. Un sentimiento de incertidumbre, porque realmente no sabemos lo que va a pasar. Het was bikkelen de afgelopen jaren. Door maatregelen als verlaging van de BTW komen de klanten nu weer voorzichtig. Maar hij vreest voor de toekomst. Por ejemplo, para nosotros las empresas, las 35 horas, limitar por ejemplo los salarios máximos, todo eso entendemos que no va a ayudar, al contrario, a que el crecimiento empiece y que siga avanzando. En ook de gevestigde politieke partijen waarschuwen voor het communistisch gedachtegoed van de partij. Podemos legt het anders uit. De macht moet naar het volk. Es para un país más transparente, un país más participativo donde la gente tenga voz. Ook al zegt de partij tot nu toe vooral wat ze niet wil, de aanhang groeit en groeit. Vamos a mandarle un mensaje a Mariano Rajoy. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. El 31 de enero empieza la cuenta atrás para Mariano Rajoy. Italië heeft een nieuwe president, de 73-jarige Sergio Mattarella. Hij werd in de 4e stemronde gekozen met een absolute meerderheid. Voorganger Napolitano nam onlangs ontslag. Mattarella is een fel bestrijder van de maffia. Die vermoordde zijn broer. Hij staat op goede voet met premier Renzi. In het Gelderse Huissen is de auto gevonden van een man die samen met 3 vrienden al ruim 16 jaar wordt vermist. De auto lag in een kanaal. Speurhonden stuitten bij toeval op het vermiste voertuig. De honden waren bezig met een zoekactie in een andere zaak. De eigenaar van de auto verdween in november 1998 met 3 Poolse vrienden na een avondje stappen in Arnhem. De politie vermoedt dat hun lichamen in de auto zitten, maar onderzoek moet dat nog uitwijzen. Prinses Beatrix is vandaag jarig. Ze is 77 jaar geworden. Waar de prinses haar verjaardag viert is niet bekend, maar meestal doet ze dat in huiselijke kring. En waarschijnlijk is dat dan voor het eerst weer op kasteel Drakenstein bij Lage Vuurse. Daar is ze bijna 1 jaar geleden naartoe verhuisd. De verlichting langs de snelweg moet vaker aan bij winterweer. Zeker bij slecht zicht. De ANWB en Veilig Verkeer Nederland pleiten daarvoor. Rijkswaterstaat doet de verlichting op veel plaatsen 's avonds uit om kosten te besparen. De lampen gaan nu alleen weer aan bij calamiteiten. En tennisster Serena Williams heeft voor de 6e keer in haar carrière de Australian Open gewonnen. De nummer 1 van de wereld versloeg Maria Sharapova in 2 sets en ze was best blij met haar winst. Het werd 6-3, 7-6 voor Williams. Het was de 19e Grand Slam zege uit haar carrière. De finale bij de mannen gaat morgen tussen Andy Murray en Novak Djokovic. Ja, hij is waarschijnlijk de geliefdste president die Duitsland ooit heeft gehad. Richard von Weizsäcker. Hij was president van 1984 tot 1994. Een verzoener. Een president die de Duitsers leerde om te gaan met hun oorlogsverleden. Een Duitser die ook in het buitenland grote waardering genoot. Hij is overleden, 94 jaar oud. Weinig wees er in de Tweede Wereldoorlog op dat deze Richard von Weizsäcker het geweten van Duitsland zou worden. Zijn vader was staatssecretaris onder Hitler en zelf vocht hij aan het Oostfront. Zijn politieke carrière begint hij als lid van de Bondsdag. In 1984 wordt hij gekozen tot president. Zo waar meer Gott will. Bundespräsident. Von Weizsäcker zal vooral worden herinnerd als de president die de Duitsers leerde omgaan met de donkere bladzijden uit hun verleden. Beroemd is zijn speech bij de 40-jarige herdenking van de oorlog. De 8e mei was een dag der bevrijding. Hij heeft ons alle bevrijd van het menschenverachtende systeem der nationaalsocialistische geweldherrschaft. En, zegt hij in diezelfde speech... Es gab viele Formen, das Gewissen ablenken zu lassen. Nicht zuständig zu sein, wegzuschauen, zu schweigen. Als dann am Ende des Krieges die ganze unsagbare Wahrheit des Holocaust herauskam, da beriefen sich allzu viele von uns darauf,
nichts gewusst oder auch nur geahnt zu haben. In 1989, een paar maanden na zijn herverkiezing, is hij getuige van de val van de muur. In Nederland kreeg Richard von Weizsäcker diverse onderscheidingen. In 1991 kreeg hij een eredoctoraat aan de Erasmus Universiteit. Een jaar eerder had hij ook al de Geuzenpenning gekregen voor zijn strijd voor democratie en tegen dictatuur. 20 jaar geleden stond een deel van Nederland op zijn kop door gevaarlijk hoogwater in de Rijn en de Waal. De overstromingen van januari en februari 1995. Een 250.000 mensen moesten toen dagen en soms wekenlang hun huis uit. Want de Rijn en de Waal bedreigden plaatsen als Millingen aan de Rijn, Ochten, Tiel, Zaltbommel en Gorkum. Onmiddellijk na de overstromingen begonnen werkzaamheden om het lage land beter te beschermen. Een miljardenproject dat nog steeds niet af is. Dit is de Waal tussen Nijmegen en Lent, een brede rivier in oneindig laagland. Het is tevens de plek van een van de 34 projecten die na 1995 zijn bedacht. Ingrijpende aanpassingen van het landschap. Hogere dijken, maar vooral ook meer ruimte voor de rivier. Hier bij Lent komt een geul naast de Waal te liggen van 4 kilometer lengte, waardoor veel meer water kan worden afgevoerd in de toekomst, een kwart meer dan in 1995, terwijl de voeten droog blijven. Het project Ruimte voor de rivier, met ook allerlei nieuwe bruggen en viaducten, kost tot nu toe 2,3 miljard euro. 20 jaar geleden onvergetelijke beelden. 250.000 bewoners van het rivierengebied op de vlucht. In Ochten in de Betuwe dreigt een dijkdoorbraak, ondanks hulp van het leger. Totale ontruiming volgt. Op diezelfde dijk vanmorgen de onthulling van een gedenkteken door evacuees van toen. Ik was hoogzwanger, bijna 41 weken zwanger, van mijn dochter Sanne. Moest je evacueren? Toen moest ik evacueren, noodevacuatie binnen 3 uur. Dochter Sanne, precies 20 jaar geleden geboren dus in Winterswijk. Nu is het natuurlijk leuk om erop terug te kijken, omdat het allemaal goed is gegaan. En bij elke verjaardag neem ik aan? Ja, dan wordt er altijd weer over gepraat, dus dat is wel heel erg leuk. We hadden in Ochten ook nog eens een keer te maken met het slechtste dijkvak van Nederland toen. Met een dijkdoorbraakkans van 1 op 50. Alle belabbers waren de dijken erbij. En ja, er was eigenlijk een bijna ramp voor nodig om toen het startsein te geven om die dijken veiliger te maken. Er is de afgelopen 20 jaar ontzettend veel werk verzet. Hier bij Arnhem zijn ze net klaar met het graven van een geul om het water van de Rijn op te vangen. Maar elders moeten nog honderden kilometers dijk worden aangepakt. Een enorm kostbaar project. Ja, dat kost veel geld, maar er is ook heel veel waarde te beschermen. In Duitsland zijn overstromingen geweest in de Elbe. Dat kost 20 miljard. En als wij kijken, het dijkversterkingsprogramma voor de komende decennia, en we houden dat goed vol, 400 miljoen per jaar, ga je ook richting de 15 miljard. Het komt allemaal door de klimaatverandering. Maar de stem van het water wordt gehoord. Ja, de stem van het water. We gaan naar Willemijn Hubert met sneeuw. Dat klopt. Er lag vandaag nog een beetje sneeuw in Diever. En het is koud, dus het blijft ook nog wel een beetje liggen. Wintersplaatje dus, daar in Diever. Maar ook een ander wintersplaatje. Niet in Diever, in Spannum deze, in Friesland. Met wat ijs op de sloot. En ook dat blijft in elk geval de komende weken nog wel liggen. Misschien wordt het nog ietsjes dikker. Maar heel erg dik, ja, dat zal het ook niet worden. De situatie in Europa met een heel groot uitgestrekte lage drukgebied. Sturende laag daar boven de Oostzee. En dit secundaire laag bij ons, wat langzamerhand aan het opvullen is. Maar wat wel bij ons het weer bepaalt. Er zit een zone met bewolking bij en die gaat ietsjes kantelen. En die komt dan morgen boven ons land te liggen. En niet heel vooral boven het zuiden van ons land. En levert daar ook wat neerslag op. En trouwens niet alleen morgen, maar vannacht eigenlijk al. En als u nu denkt, nou dat zie ik eigenlijk helemaal niet gebeuren. Dat klopt. Ik vind dat dit model het ook niet helemaal goed weergeeft. Maar goed. Heel anders is het weer hier in het zuidoosten van Europa. Bij ons dus eigenlijk vrij rustig, winters. En daar in Griekenland is het veel onstuimiger. Code oranje ook voor heel veel wind bijvoorbeeld. In Athene ontspringt men daar de dans. Daar is het juist zonnig, maar wel 20 graden. Nou, dat is iets wat wij dan weer niet krijgen. We gaan kijken naar vannacht. In het zuiden is flink wat bewolking, kan ook wat neerslag vallen. Op de meeste plaatsen is dat in de vorm van regen. Misschien later in het zuidoosten nog wat natte sneeuw of droge sneeuw. En op veel plaatsen kan het glad worden. En daarbij in het oosten is er ook nog kans op wat mist. En dan morgen overdag
Nog steeds in het zuiden wat regen. Ik denk wel dat dat later op de dag wel ietsjes wegtrekt. Wordt het wat droger. Vanuit het noorden, noordwesten gaat het dan opklaren. Maar tegelijkertijd komen er dan weer nieuwe buien het land in. Met soms ook wat winterskarakter. Misschien zit er wat hagel bij. Temperaturen morgen overdag zo rond een graad of 4. Morgenochtend is er ook veel wind, vooral in het zuidwestelijk kustgebied. Landinwaarts valt het qua wind allemaal wel wat mee. En dan maandag ook kans nog op winterse buien. En na maandag breekt de periode aan waarbij het allemaal wat rustiger is. Qua neerslag, temperatuur die gaat wel iets omlaag. Tot zover het NOS Journaal van 8 uur met als belangrijkste nieuws. Het reddingsplan voor V&D lijkt te mislukken. Verhuurders gaan niet akkoord met een lagere huur. En het personeel niet met een loonoffer. En straks in Nieuwsuur aandacht voor Ethiopië. Het land kampte lang met hongersnood, maar heeft nu al 10 jaar een van de snelst groeiende economieën ter wereld. Om 10 uur dus in Nieuwsuur op NPO 2. Ik wens u nog een heel mooie avond.